staan hier voor de nieuwe GSMR-centrale van ProRail. GSMR-centrale wordt primair gebruikt voor het verkeer tussen de verkeersleidingsposten en de machinisten. Je hebt hem weer rijbaar. Even voor jouw duidelijkheid. Jij staat wel degelijk op overweg 30.8, 30.8. Ja, want ik heb iets heel vreemds. Ik heb de overweg achter jou op de storingsmelding gekregen, de 29.8. Het GSMR-netwerk is zeer belangrijk voor ons. Wij kunnen op die manier direct contact leggen met machinisten. Zo kunnen we direct contact met ze opnemen als er bijvoorbeeld kinderen langs de baan spelen of als er een ander gevaar ontstaat in een bepaalde regio. En hiervoor is het bijzonder belangrijk om die mensen snel en duidelijk te woord te staan. Er is vrij veel geluid om mij heen. Dat komt omdat hier een zware koelingsinstallatie nodig is door de hoeveelheid apparatuur die wij hier hebben draaien. Via het GSMR-systeem worden ook alle berichten verstuurd naar alle informatieborden die op de stations hangen, waarop de vertrekstaten staan, of de borden echt op het perron, welke trein u in gaat stappen. Dit is de eerste locatie die we op deze manier opbouwen. Nieuw is dat we gaan bouwen ook aan een tweede locatie in ons netwerk. En op die tweede locatie komt een complete kopie te staan van de huidige locatie. Met als gevolg dat als er op een van de locaties iets misgaat in de toekomst, we volledig door kunnen draaien zonder grote onderbreking van de treindienst. ProRail heeft deze nieuwe installatie neergezet om de veiligheid en ook de continuïteit op het spoor beter te kunnen garanderen in de toekomst nog beter dan het nu is.